Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Energy Gracefully. Ik ben Annette en ik heb vandaag voor jou de unboxing van de Sourced Box. De Sourced Box is een snackbox uit de UK. Ik had een 3 maands abonnement genomen, dus dit is mijn laatste unboxing die ik ga doen. Maar ik moet zeggen, de box bevalt me erg goed. Dus misschien dat ik hem in het najaar misschien nog wel een keer 3 maanden neem. Dus ik ga je laten zien wat erin zit. Dit is een box die is glutenvrij. Dus alle snacks die erin zitten zijn glutenvrij. Ik zal ook nog even kijken op de beschrijving of dat echt allemaal zo is. Maar volgens mij is deze box altijd wat meer verantwoorde snacks en dus glutenvrij. Dus voor de mensen die een allergie hebben is dat ideaal natuurlijk. Ik ga hem even openmaken. En dan laat ik je weer even zien wat erin zit. Even kijken, bovenop zitten 2 zakjes thee, die hebben we al eerder gehad zo te zien. Dit is de Puka thee en dit is de Feel New en dit was met kurkuma, dus met turmeric. Ik heb ze vorige keer alle twee opgedronken, deze is met anijs en volgens mij vond ik ze alle twee prima. Dus ja, lekker theetje. Even kijken, we beginnen bovenaan. Honestly Good Cookies. Holy moly staat erop, 100% naturel, vegan en geen refined sugars met cacao en sinaasappel. Dus dat is een lekker groot koekje. Dan zal ik even kijken of er... ja, hij is inderdaad vegan. Hoog in vezel staat er. Very low in... Wat staat er? Very low in zout. Handgemaakt en dus geen geraffineerde suikers toegevoegd. Dus dat is een lekker koekje in chocola sinaasappelsmaak. Dan heb ik hier Raw and Wild Organic Activated Peely Nuts. High in vitamin E en magnesium. Peely Nuts, ik heb geen idee wat het zijn. Dat is ook weer vegan, gluten-free, wild harvested, delicious en creamy staat erop. Dus dat zijn nootjes. Geen idee. Dus nou, gaan we proberen. Dan zie ik hier een aantal repen zitten. 3 stuks. Dit is de Food Doctor Goodness Bar. Met ananas en kokosnoot. Ja, er staat verder natuurlijk ook niks op. Even kijken. Ook weer hoog in vezels. Vegan friendly, packed with goodness. Dus dit is zo'n zo'n beetje zo'n dadelbar, moet ik het altijd maar zeggen. Ik vind de structuur van dit soort fruit bars vind ik nooit zo heel erg lekker. Die kunnen me niet zo heel erg bekoren. Ik vind het niet vies, dus ik eet het ook gewoon wel lekker op bij een kopje thee of zo. Maar ik vind vaak de structuur, het is altijd een beetje korrelig. En ik hou er niet zo van. Maar pineapple, ananas en kokosnoot lijken me dan weer wel lekker. Dan heb ik hier een Bananito Solar Dried Banana Bar. 1 banaan. Een gedroogde banaan. Is dat zo? Dat is raar. Even kijken hoor. Oh, nothing but 2 bananas. Dus het is gewoon gedroogde bananen. Nou, we gaan het zien. Misschien dat ik deze zo even openmaak. Even kijken. Wild Rose Seed and Nut. 5 simple ingredients. Dit ziet er ook wel heel erg lekker uit trouwens. Dit is met nootjes. Fruit and Nut Bar. En met pompoenzaadjes is dit ook. Dus die is... Ze weegt ook best zwaar. Ik vind dat al die proteïnebars die wegen best wel veel in gewicht, vind ik. En ze vullen wel. Dat is natuurlijk wel ook wat je ziet. Dus dat is die. En dan heb ik hier nog iets van chipjes. Thai Sweet Chili. Nou, daar ben ik altijd dol op. Popped Crisp Tins van de Food Doctor. Dus dat is hetzelfde als waar ook die bar van is. Power of Positive Nutrition. Soja en korn. Geen aardappels zijn er, zitten erin. Laag in vet en vegan friendly. Nou,
Die ga ik zeker opsnoepen, want ik ben dol op alles met chili smaak. En dan deze Black Pepper Flavored Roasted Chickpeas. Dus dit zijn kikkererwten die geroosterd zijn met zwarte pepersmaak. Crunchy and delicious. High protein, high fiber. Dus dat is deze. Dat is een behoorlijke zak vol. Staat er verder nog iets bij? Nee. Dus dat zijn kikkererwten. En dan de laatste, Scrummies. 100% natuurlijk. Geen suiker toegevoegd. One of your five a day. Even kijken hoor. Frambozen, cranberries en rozijnen. Dus dat zijn gewoon gedroogde fruitstukjes weer. Zo te voelen. Ja, gedroogde fruitstukjes. Nou, ik ga even die bananen, dat bananending openmaken. Die weegt ook weer heel zwaar trouwens. Als die open wil, heb ik hier een schaar. Hoppakee. Het ziet er ook weer heel raar uit. Weet je nog, vorige maand had ik ook van die rare dingen. Het is gewoon echt een gedroogde banaan. Er zitten er dus inderdaad twee in, want het zijn twee bananen. Nou, het smaakt echt naar banaan. Nou. Prima. Ik hou wel van banaan, dus ja, lekker. Dus die. Nou, ik zeg toch weer een leuke box. Want we hebben dus de bananen. We hebben de kikkererwten. We hebben de chipjes. We hebben de gedroogde fruitsnoepjes. We hebben de bar met ananas en kokosnoot. We hebben de notenreep. We hebben het koekje met chocola en sinaasappel. En we hebben deze nootjes. Die ga ik ook nog even openmaken. Want ik ben ook wel benieuwd wat dat dan voor nootjes zijn. Die zitten trouwens wel in zo'n hersluitbaar zakje. Dat is altijd wel makkelijk. Als die wel open gaat. Alsof je niet zo'n klein zakje in één keer opeet. Maar goed. Ik heb echt geen idee. Het ziet eruit als een soort... Het lijkt wel een mandel, maar... Gewoon ongebrand en ongezouten nootje, denk ik. Dus er zit niet heel veel smaak aan, maar ja, ook wel weer lekker. Dus die doe ik dicht. Die ga ik op een later moment opeten. Dus leuk, dat was de Sourcebox. Dit was dus mijn laatste unboxing van de Sourcebox. Want ik, zoals gezegd, ik had er 3 abonnementen voor 3 maanden genomen. En ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Laat ook zeker even weten als je over een bepaalde snack iets meer wil weten. Of als je zelf ook zoiets hebt geproefd of je hebt een voorkeur voor iets. Dat vind ik altijd leuk om te lezen. En dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie je graag een volgende keer. Groetjes, hi!